Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een oogschaduwpalet testen en dit is het Sunrise oogschaduwpalet van Max & More. Max & More die heeft weer een aantal nieuwe paletten uitgebracht, waaronder dus het Sunrise paletten. En toen ik deze zag heb ik die gelijk meegenomen, want ik was natuurlijk heel erg benieuwd naar dit paletten. Ik vind de make-up van de Action zoveel verbeterd de afgelopen jaren. En ik vind het ook echt heel erg leuk dat ze nu met echte make-up paletten komen. Of oogschaduwpaletten moet ik zeggen. En de verpakking sprak me al heel erg aan. De kleuren binnenin ook. Dus ja, mocht je benieuwd zijn wat ik van dit paletten vind. En wat voor ooglook ik hiermee ga maken. Zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, laten we even beginnen met de vormgeving van dit palet. Hij zit allereerst van de achterkant heel goed dichtgesield, maar ik heb de ceiling al opengemaakt. Hij zit dus goed dichtgesield, maar je kunt de deksel nog wel steeds optillen. Dus wat ik een tip vind om mee te geven, mocht je de paletten willen aanschaffen, til in de winkel even het dekseltje op en dan kun je zien of alle kleurtjes nog heel zijn. Ik haal nu even het plasticje ertussen uit, maar dan weet je wel of de kleuren intact zijn. Want het zou gewoon jammer zijn als je er een gebroken oogschaduw tussen hebt zitten, want dit kan natuurlijk gewoon gebeuren met vervoeren. Of, nou ja, oogschaduw is natuurlijk best wel broos. Het palet is gewoon gemaakt van stevig karton. Hij heeft dezelfde vorm als het bloempaletten. Daar heb ik ook al eens een video over gemaakt. Ik kan de link van die video nog eventjes in de beschrijving zetten. Maar ik heb dit palet al even niet meer gezien bij de Action. Dus ik weet niet of Action hem nog verkoopt. Ik vond dat trouwens een heel erg mooi palet. Dus ik vond het ook heel erg leuk dat ze weer nieuwe varianten hebben bijgemaakt. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze op een gegeven moment dat palet weer eens terugbrengen. Ik vind ook gewoon de omgeving er heel erg mooi uitzien met die soort ombre kleuren. Eigenlijk een soort lucht lijkt het wel, maar dan echt een soort van ja avondlucht vind ik het. Ik vind het echt heel erg mooi. Op de achterkant vind je meer informatie en ook hier staan de namen van de kleuren vermeld en dan ook het plaatje met de kleuren die erin zitten. Dus daaruit zou je ook wel kunnen opmaken of de palet is wat bij je past. Er zitten 21 kleuren in het paletten. Je kunt ze zowel nat als droog gebruiken. Nou, ik gebruik dit soort kleuren eigenlijk altijd droog en nooit nat. Ik heb het idee dat er zowel matte als shimmer kleuren in zitten. En dat zie ik nu ook. Als je het paletten opent, hij sluit met een klein magneetje. Zie je in de... Zo moeilijk... Een spiegeltje aan de binnenkant. Dat vind ik altijd heel erg fijn. Een leuk extraatje als ze dat doen. Die zit overigens ook nog dichtgeplakt. Er zit nog een laagje overheen. Dus die kun je gewoon nog loshalen. En dan staan hier zitten hier de kleuren in. En daar staan ook de namen onder. Je hebt bijvoorbeeld ook een base kleur. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik ga even een paar kleuren swatchen. En dan gaan we er gewoon eens eventjes kijken wat voor ooglook we ermee kunnen maken. Ik ga ze niet allemaal swatchen. Want er komt ook nog een review van dit palet online op mijn blog. En daar zal ik dan alle kleuren wel even in swatchen. Ik heb nu even wat kleuren opgenomen. En ik vind ze best wel goed eruit zien. Dit is de pigmentatie zoals ik het nu kan zien. Maar vaak kun je dit soort kleuren wel opbouwen. De enige die een beetje wegvalt, dat is de gele kleur. Maar dat is een glittertje en ik denk dat je die wel goed kunt opbouwen. Dus ik ga jullie even inzoomen en dan gaan we eens eventjes kijken wat voor look we met dit palet kunnen gaan maken. Want ik ben er zelf ook nog niet helemaal over uit naar alle kleuren die ik heb gezien. Zo, jullie zijn ingezoomd. Dus Nou ga ik eens even kijken wat ik wil gaan maken. Ik heb mijn ogen al geprimed met een oogschaduwbasis. Deze kun je gewoon kopen bij de drogist. Ik weet dat Action ook oogschaduwbasissen heeft gehad. En ik weet niet of ze ze momenteel nog verkopen. Maar gewoon bij de drogist kun je ze gewoon kopen. Dus, en een oogschaduwbasis zorgt ervoor dat je look langer blijft zitten. En soms maakt hij kleuren ook intenser. Wat altijd wel heel belangrijk is om nadat je een oogschaduwbasis hebt aangebracht ook eventjes de ogen af te poederen. Daar ga ik dan ook mee beginnen en ik pak dan dus ook de base kleur. En dat is de allereerste kleur uit dit palette. Dus die ga ik allereerst even aanbrengen om de ogen afpoederen. Ik pak gewoon het spiegeltje in het palette. Dus als je me naar beneden ziet kijken weet je dat ik aan het... kijken ben in de spiegel.
Mocht je geen oogschaduwbasis hebben, kun je ook gewoon wat foundation over je oogleden aanbrengen. Maar vaak wordt het niet zo intens als met een oogschaduwbasis. Nou, dan heb ik in ieder geval een basis erop zitten. Nou ga ik even kijken wat voor kleur ik in de arcadeboog wil aanbrengen. Nou, ik ben eruit. Ik ga in de arcadeboog de kleur Shard aanbrengen. Dat is deze kleur. Ik wil er een beetje een rozige ooglook mee maken. Dat heb ik al bedacht. Ik pak gewoon even een kwastje en deze ga ik gewoon aanbrengen in de oogschaduw. Eens even kijken. Ik dip vaak wel een paar keer in de oogschaduw, hoor, zodat ik de kleur goed kan opbouwen. Ik merk zelf nog niet dat de oogschaduw heel poederig is. Mocht je nou merken dat dit wel het geval is, kun je heel makkelijk even je kwast aftikken tegen je paletten bijvoorbeeld. Ja, ik ga hem wel eventjes flink opbouwen, want we gaan het daarna toch weer mooi blenden. Ik werk ook altijd met meerdere kleuren. Ik vind hem dus al wel heel erg mooi uitzien. Dus dat is alvast, ja, die is al wel heel goed gekeurd, vind ik. Andere kant natuurlijk ook. Oh, deze lijkt iets minder te pakken, dat is heel raar. Maar er zitten natuurlijk ook wel twee laagjes op. We nemen gewoon wat meer op de kwast. Jawel, hij komt wel. Hij komt wel. Jawel, hij bouwt nu wel wat meer op. Hij had gewoon eventjes wat tijd nodig. Nou wil ik zeg maar onder deze kleur ga ik nog een ander kleurtje aanbrengen. En dat wordt de kleur... Heat. Deze. Die is een tikkeltje donkerder. Die ga ik dan net... daaronder aanbrengen. Ik gebruik hiervoor een iets langer uitgesneden kwastje. Oh, deze is wel heel poederig, merk ik al. Hij verschilt niet heel veel van de ander. Want hij lijkt er wel een beetje op, maar hierdoor wordt die net nog wat meer aangezet, vind ik zelf. Hij wordt er net iets donkerder van, vind ik. En dan is het eerst een kwestie van dit heel goed met elkaar te gaan blenden. En daarvoor gebruik ik een blendingskwastje. En dit doe ik gewoon altijd met hele kleine ronddraaiende bewegingen. Zodat de overloop wat mooier wordt. En eventueel hele harde lijnen, die kun je hiermee gewoon zachter maken. Dit kun je gewoon net zo lang doen totdat jij vindt dat het er mooi uitziet. Kijk, ik vind hem nu al wel mooi worden, want ik wil ook niet dat hij te veel vervaagt. Maar zo maak je hem net ietsjes zachter. En heb je gelijk die twee kleuren ook mooi met elkaar vermengd. Ja, ik vind hem zo al heel erg mooi. Nu ga ik even kijken welke kleur ik in de Outer V wil aanbrengen. Ik heb al een ideetje, want ik zie hier een hele mooie kleur. En dat is Glow. Het is een beetje een donker kleurtje, deze. Ik hoop dat hij bij de ooglook past, maar ja, ik vind het gewoon leuk om meerdere kleuren aan te brengen. Zo ben ik gewoon. Ik pak hiervoor een wat puntiger kwastje. En dan ga ik gewoon okay.
toch het idee dat het te veel lijkt op de kleuren die ik nu gebruikt heb. Nou is dat op zich niet heel erg. Je kunt natuurlijk ook gewoon één kleur maken, hè, met een palet. Ik bedoel, het is echt wel gewoon wat je eigen voorkeur heeft. Maar ik vind het altijd wel leuk om gewoon zeker met minimaal 4 kleuren te werken. En ik vind het dan altijd belangrijk om in de oude V ook gewoon een echt hele donkere kleur aan te brengen. En die kun je dan ook nog een beetje naar boven uitblenden, omdat je hem uiteindelijk toch nog weer zachter gaat maken. Het is een beetje meer oranje ooglijk geworden dan roze. Maar goed, ik doe nu gewoon wat ik zelf heel mooi vind en wat me aansprak. Kijk, je kunt zoveel verschillende looks maken met zo'n palette. Dus dat, ja, is gewoon helemaal aan jezelf. Het valt me echt wel mee hoe poederig het palette is. Dat valt me, ja, 100% mee. Dan gaan we deze kleur ook gelijk even blenden. En dat doe ik ook met hele zachte ronde bewegingen. Zodat hij net weer wat mooi overloopt, maar toch wel je zou met die paletten ook een hele mooie cut crease kunnen maken. Maar dat is best wel ingewikkeld, want dat doe je met concealer. En daar kun je dus bijvoorbeeld glitterkleuren dan nog weer intenser mee maken. Maar het zou zeker kunnen met die paletten. Oké, andere kant even blenden. Nou, ik vind het er al wel heel mooi uitzien. Ja, het is ook iets wat ik zelf heel erg mooi vind, dit soort kleurencombinaties. Nou ga ik in de, op het bewegend ooglid verder werken met de kleur Lust. En dat is een beetje een lichtroze kleurtje. Dus daar pak ik een wat kleiner kwastje voor en die breng ik dan aan op de rest van mijn bewegend ooglid. Hij is net wat lichter dan de rest van de kleuren en dat vind ik dan wel mooi, zeg maar. Zo. Ik vind het er al heel erg mooi uitzien. Ik ga even kijken wat voor kleurtje ik wil gebruiken in de binnenste ooghoek en op het bewegend wenkbrauwbot. Oké, op het wenkbrauwbot en aan de binnenste ooghoek wil ik de kleur Sundays aanbrengen. En dat is deze. En ik hoop dat dit een beetje een highlight kleurtje is. Ik weet het niet zeker, want een echte highlighter die ben ik nog niet tegengekomen. Ik doe dit ook met een best wel smal kwastje. Mooi. Kun je met je vinger ook nog ietsjes vervagen. Dat doen we dan ook aan de binnenste ooghoek. Wow. Dat vind ik wel heel erg mooi. Heel interessant.
Ja, nou ben ik eigenlijk met de oogschaduw wel klaar, want ik breng zelf geen oogschaduw aan op de onderste wimperrand, omdat ik altijd werk met een oogpotlood. Dus ik ga de look even afmaken door mascara, een eyeliner en een oogpotloodje aan te brengen. En dan zal ik jullie ook even laten zien hoe de look er dan in zijn geheel uitziet. De eindconclusie van het Sunrise palet. Ik ben echt wel heel erg onder de indruk van dit palet. Hij ziet er echt heel erg mooi uit. Van de buitenkant, maar ook van de binnenkant. Nou, hij is dus nu gebruikt en je ziet ja, heel lichte fallouts. Maar dat kun je zo makkelijk weghalen. Ik vind dat hij er nog heel erg netjes uitziet. Ik vind de kleuren ook heel erg leuk. Het zijn echt ook wel een beetje wat gewaagdere kleuren. Dus je moet er wel van houden. Het is absoluut geen nude. Maar dat vind ik zelf ook wel heel erg fijn. Want het is gewoon een keer compleet anders. Dus ja, ik vind dat Action weer een prachtig palette heeft neergezet. Dit palette kost €4,49, is dus van het merk Max & More. Ja, hij is dus te koop bij de Action. Dus mocht je nou benieuwd zijn naar dit palette en hem zelf graag willen hebben, raad ik je aan om snel te gaan kijken. Want je weet nooit met het wisselende assortiment bij de Action hoe lang een product verkrijgbaar is. Maar ik ben echt wel heel erg enthousiast over het palet. En ik ben ook heel erg blij met de ooglook die ik heb gemaakt. Misschien vond jij de ooglook totaal niet mooi of is het je ding niet. Dat mag, het is helemaal niet erg. Maar je kunt er natuurlijk zelf gewoon ooglooks mee maken die je heel erg mooi vindt. Ook zijn dit soort paletjes gewoon heel erg geschikt als je net begint met make-up. Want dit paletje kost letterlijk €4,49. Dus je bent gewoon eigenlijk heel weinig geld kwijt voor een heel erg mooi paletje met 21 kleuren. En ik vind dat ze ook best wel makkelijk blenden. En de pigmentatie vind ik echt heel erg goed van de kleuren die ik nu heb getest. Dus ja, ik ben gewoon super enthousiast. Dus ja, ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik ben wel benieuwd wat jij van de ooglook vond. Of dat je hem mooi vond of dat het je ding niet is. Daarnaast ben ik ook wel benieuwd of dat je het paletten misschien al hebt gespot en hebt gekocht. Of dat je het hebt laten liggen en of dat je hem misschien alsnog wil gaan kopen. Ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dus ja, laat dat zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden om te zien. Ja, wat voor look ik heb gemaakt met dit palet en wat ik van het palet vond. Ik wil je bij deze dan ook gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat ook een rode button. Daarnaast staat ook een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!